Wat gaan we maken? We gaan een lasagne maken. Dus een vislasagne. Dus eiwit heb ik gekozen voor kabeljauw. Ja. Een zeer magere vis ook. Dan pastavellen, maar dan wel die volkoren pastavellen. Ja. En dan eigenlijk een tomatensaus. Dus een beetje in lagen dat we gaan werken. Maar we gaan beginnen met onze saustomaten. We gaan 2 teentjes look, moet anders wel nemen. Het is ook wel goed dat je voor volkorenpasta kiest. Omdat eigenlijk in de witte pasta al de goede zaken, hè, ijzer, magnesium, voedingsvezels, ja, zeven ze eruit en gooien ze weg. Dus er zit daar nog heel weinig voedingswaarde in. Uiteindelijk is er maar 1 uitzondering en dat is op wedstrijddagen, waar we de vezels een beetje beperken omwille van, ja, je hebt sowieso wel zenuwen. De maaltijd voor de wedstrijd is vaak heel kort erbij. En ook terug om dat comfort te voorzien. Ja, en daar een beetje tijm bij doen. Blaadje laurier doen we erbij. Ja, je kunt daar ook alle groenten in doen, hè. Ja. En die gewoon bij doen. Wat je er al bij doen, een beetje zout. En een beetje geconcentreerde tomaat op macht. Ja. Zoiets is meer dan genoeg. Ik ga er nu niet blussen, ik ga dat gewoon zo laten compoteren. Onze aubergines, wat gaan we ermee doen? Mocht er hier 1 schillen? Ik wil wel niet mee mijn aubergine. Ja, ik zal het misschien een keer proberen. Nee, ja, probeer het een keer. Godverdikke. Kom. We gaan dat schillen. Wie schilt er nu een aubergine eigenlijk? Het makkelijkste gek als je dat doet. Het makkelijkste bovenaan beginnen zo. Ja. Dan ga je nog maar eten. Ik heb dat nu nog nooit geschild eigenlijk. Ik gebruik dat altijd in zijn. Ik vind dat pallig dat eraan zit, dat hoeft voor mij niet. Zeker omdat we dat kort gaan bakken. Ja. Nee, op zich kan dat geen kwaad natuurlijk, hè, die, die schil erbij doet. Maar voor mij moet dat niet. Een aubergine, als je dat iets te veel... Allee, iets te veel. Hoe langer je dat gaart, hoe meer dat wordt ook puree. Hè. Ja. We gaan er een beetje rozemarijn. Rozemarijn is ook iets dat zeer, zeer sterk is soms. Hè. Maar ik vind, we gaan dat enkel doen om te bakken. We gaan er een beetje bij doen. Kijk, zo is dat perfect. Moet maar een keertje proeven. Het is heet. Okay. Goed. Dat is zeer simpel, maar het zit smaken. Ook door die rozemarijn vind ik dat zelf. Dat vind ik wel eigenlijk al zo op. Onze pasta gaan we koken. Wat hebben we daarvoor nodig? Onze pasta vallen uiteraard en water. Maar het is voor mij zeer belangrijk en zeker voor pasta, als we pasta koken als lasagne vallen die iets groter zijn, dat je geen klein potje neemt en dat er aan de zijkant tegen dat taart een randje uitkomt. Dat is sowieso lastig om het dan er terug uit te halen. Maar dat vaak, als ik lasagne maak, dan kook ik dat zelfs niet op voorhand. Die kunnen er inderdaad ook gewoon zo in, maar waarom doen we dat? Zeer belangrijk, omdat we maken een vislasagne. En voor mij, die niet veel tijd inderdaad, varkensgehakt, iets van een gebraseerd stuk vlees, dat je er een stukje slecht, is dat geen probleem om dat langer in de oven? Of dat is echt van, okay, van omdat koud? Dat niet kan overgaan. Ja. Als je een lasagne die koud is in de oven gaat plaatsen, is dat 20 minuten. Ja. Maar dat je dan met vis, zeker met een kabeljauw die een zeer magere vis is eigenlijk, dan is dat voor mij, ik vind dat dan te droog en ik vind dat een beetje jammer. Dus we gaan dat gewoon op voorhand koken, dat gewoon... Ja. En we maken nog een pesto. Ah, een pesto, ik noem het een pesto, maar het is meer een goede kruiden... Mengeling. Pasta-mengeling. Je mocht anders 1/3 van die peterselie plukken en hierin doen. Pijnboompitjes. We gaan er ook niet mee overdrijven, maar ik heb die op voorhand al geroosterd. Die gaan we erbij doen. Een beetje kappertjes. Citroen. Een beetje sap gaan we erbij doen, niet te veel. Parmezaan gaan we erbij doen. Daar mogen we niet mee overdrijven, denk ik, hè, met die noten en de parmezaan. Uiteindelijk, kaas is sowieso wel vetrijk. En niet dat geen kaas mag, maar kaas bevat dierlijk vet, dus verzadigd, eerder ongezond vet. Ja. Het is zeker niet dat sporters dat helemaal niet mogen. Hè. Het is gewoon, als ze het dan gebruiken, maar in een kleine portie. Maar uiteindelijk, als je dat zou afwegen, hoeveel gram dat dan maar is. En voor de smaak is het wel goed. Ja.
zout, peper doe hierbij. En dan eigenlijk weer een beetje. Oh, ja, dat is uw kracht, Remy. Goed bezig, Michael, kom. Ja, ik ga even kijken naar de 6, anders moet hij goed. Ja. Zo. Ons gezouten water is aan het koken, dus ik ga nu een viertal lasagnevellen nemen. En die laat ik er gewoon inglijden. Wat gaan we doen? Dus we gaan onze pasta gaar koken hier. En dan gaan we dat op voorhand garen. Wat kunnen we doen? Dat is eigenlijk zeer gemakkelijk consumptie. Het is zeer om het anders gevallen hebt en dat plakt aan elkaar. Dus wat doe je? Neemt gewoon een schaal. Doet daar een folie over. En spant dat goed aan. Klein likje olie. Ik geloof dat nu een 7 minuten hebben we dat hier nu gegaard. Dan gaan we dat nu uithalen. En hier opleggen. Zo. Zo, onze pasta. Die is gaar. Zo, wat heb ik hier? Ik heb hier een schoon stuk kabeljauwrug. Wat gaan we ermee doen? We gaan dat gewoon in stukken snijden. En zo voor sporters die echt geen vis lusten. Die bereiding kunnen perfect ook doen met... Ik zei het als iets van een mager gehakt, iets van een kippen gehakt of zo. Ja. En dat kunnen perfect wel, dan moeten die lasagne vooral niet op voorhand koken. Voilà. Wat we er wel nog gaan bij doen ook, dat is een klein beetje olijfolie. Waarom? Door dat iets meuger te maken. Onze aubergine die is gekruid. Onze tomatensaus die gaan we gewoon een keer mixen. Dus ons laurier die verwijder ik. Zo. Onze schaal zelf. Waar gaan we beginnen? Met een klein beetje olie aan doen. Onderaan. En toch beginnen met een lasagnevel. Zo. En we gaan dat gewoon instrijken. Wat je wel mag doen is de vis kruiden met peper en zout. Een goede laag doen we daarop. Wat ook goed is, is dat de verhoudingen ook goed zitten. Allee, uiteindelijk is dit een gerecht om na de training en dan eigenlijk ook nog 's avonds te eten. Dus je hoeft ook niet nog heel veel koolhydraten, dus heel veel pasta te eten, omdat je uiteindelijk niet zoveel later gaat slapen. Ja. Hè. Wat gaan we er nog bij doen nu hier? Nog een beetje van onze tomaat. Gaan we er terug over doen. Nee, onze saus. Die is ook genoeg gekruid, dus we hebben nu maar één kant van die vis gekruid. Maar... En dan gaan we beleggen met onze aubergines. Zo. Eigenlijk, we gaan niet overdrijven met die pasta, want zo zal je mee. Ja, voilà. Het is ook... We beleggen dat zo. En dan gaan we eigenlijk helemaal beleggen hier met onze... Pesto. Pesto-achtige massa hier. Zo. Een beetje samendrukken. En tegen het uitdrogen ga ik toch wel nog een klein beetje olie erover doen. Klein beetje mag. Ik ga het beperken. Dat gaan we in de oven plaatsen. Hoe lang ongeveer? Als je oven echt, zeg maar, zet hem op 220 graden en schuif het erin en verlaag hem naar 200 graden, dan gaan ze zelfs geen 10 minuten nodig hebben. Hè. De schaal misschien al een beetje warm, gaat ook nog sneller gaan, maar een 10 minuten. Anders kun je een beetje ping-pong spelen. Ja? Wie gaat er in de fout? Ben je klaar, zeker? Nee, al 10 minuten, inderdaad. Kan ik kijken. Wie heeft er nu gewonnen? Was ik dat of jij dat? Dat gaat goed zijn. Het trikt ook echt saal. Wat we gaan doen? Klein beetje citroensap doen we erbij. Voor onze vis. Hij riekt niet alleen goed, maar hij zit toch ook wel lekker uit. Ziet er lekker uit.
Zo. Ziet er goed uit, hè? Zeer lekker. Top.